een leuke dag, hoop ik. De 14e kennisdag, de inspectiedag wordt hier eigenlijk wel vaker genoemd. En ik heb begrepen, met nog nooit zo'n hoge opkomst. Zo. Dus dat schept verwachtingen. Maar misschien ook zorgen, begreep ik. Daar mag jij straks iets over geven. Mijn naam is Ellen Visser. Ik ben werkzaam bij Rijkswaterstaat, directeur bij Zee en Delta. En naast mij staat... Peter Klas. En ik ben werkzaam bij Waterschap te doen. Waar we geen dijk in hebben. Dus, ik kom om een beetje wat bij te leren vandaag. Ik ben de sidekick van Ellen. Ja, en wat je zei al net tegen mij... Goh, als het zo vol is, wordt er dan vandaag wel geïnspecteerd? Ja, wordt er wel ergens geïnspecteerd? Nog even vingers in de lucht. Wie dijkinspecteur is? Is de backup. Ja, maak je jullie geen zorgen dan? Nee, hoi. Gaat allemaal goed. Ik zie ook nog bescheiden vingers. Misschien dat mensen het nog niet weten wat ze zijn. En er vandaag achter komen. Maar dan gaan we ze helpen. Ja, nou wie weet sturen we nog op pad. Maar waarom staan wij hier samen eigenlijk? Dat heeft ook te maken met het thema van vandaag, dat is overbruggen. En dit is ook al een soort, we hebben een fysieke brug, maar dit is een mentale brug tussen Rijkswaterstaat en Waterschapsland, zeg ik altijd maar, want dat zijn er nogal wat. Gisteren hadden we hier op dezelfde locatie een netwerkdag zorgplicht en daar was ook wel een van de conclusies dat... Het voldoen aan de zorgplicht enorm helpt om de afstand tussen Rijkswaterstaat en Waterschappen te overbruggen. Ja. En ook te verkleinen. Ja, eigenlijk hadden we gewoon op dat brug moeten staan. Ja, dat hadden we kunnen doen. Ja. Dat die vlag een beetje konden wapperen. Ja, had gekund. Je kleurt ook goed bij het brug. Ja, ja. Maar jij wat minder. Dus als jij er nou op gaat staan... Nee, ik heb ook rode accenten, maar dat zal ik zo uitleggen. Oké, dat mag jij zo uitleggen. Ja, en waarom staan wij hier ook allebei? Omdat we allebei iets hebben met het thema overbruggen. Ik werk dus zelf, zei ik net, bij Zee en Delta. Ben daar dagelijks beheerder van de Oosterscheldekering. Dat is wel iets waar je heel trots op kunt zijn. Het is zware verantwoordelijkheid, vind ik zelf. Maar ook wel iets, ja, je staat daar wel als symbool voor Nederlandse expertise op het gebied van waterveiligheid. Maar dan moet je het ook wel goed doen. En voor mij is de Oosterscheldekering ook het is een kering, maar wel het symbool van overbrugging. Omdat toen die aangelegd werd, voordat die aangelegd werd, al heel veel protest kwam omdat er alleen aan waterveiligheid werd gedacht. Ja. En door het ontwerp aan te passen, werd er voor het eerst volgens mij een hele goede brug geslagen tussen waterveiligheid, economie en ecologie. De Oosterschelde is toch min of meer bewaard gebleven als natuurgebied. En de kering heeft ook heel veel gedaan voor de economische ontwikkeling van Zeeland. Door twee eilanden met elkaar te verbinden. Ja. Dus door één zo'n aanlegwerk, wat hyperbelangrijk is uit het oogpunt van waterveiligheid, zie je dat er ook heel veel andere dingen ontstaan. En dat inspireert mij eigenlijk elke dag in het werk. En dwingt mij ook in andere situaties dat soort overbruggingen te zoeken. Ja. Hoe is dat voor jou, Peter? Nou ja, ik zei dus al, Ellen, ik ben watergraaf van Waterschap de Dommel. Er zijn nog twee watergraven in Nederland. De rest heeft wel dijken, maar vechtstromen heeft ze stiekem ook. Maar hebben ze toch een watergraaf. Dat komt dan weer door fusies, allemaal ingewikkeld. Kunnen een ander symposium overhouden. Over de bestuurlijke inrichting van Waterland. Maar we zien dat we die brug tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, zeker met de totstandkoming van het bestuursakkoord water, en toen ik voorzitter mocht zijn van de Unie van Waterschappen en bij het vorige kabinet en het voorvorige kabinet, ja, toen hebben we eigenlijk de brug kunnen slaan tussen het Rijk en de regio. En in de regio zijn we alle actief. Jullie natuurlijk ook op rijksniveau, wij in die regio. En is er een deal gemaakt. Als u het niet verder vertelt, de waterschappen mogen blijven bestaan als ze maar wel meebetalen aan die primaire keringen. Nou, dan zijn er geloof ik 3500 kilometer primaire kering. Ik heb dat uit mijn hoofd geleerd, dames en heren. Maar er is 17.000 kilometer in totaal. Dus daar komen we verderop ook nog wel over te spreken. Dat is een enorme verantwoordelijkheid die we samen dragen. Waar we dus ook samen in investeren. Waar we het beheer en onderhoud voor doen. Waar je dus de inspectie is ongelooflijk belangrijk. Mensen die buiten zijn voor ons, dat zijn eigenlijk onze, dat zijn de frontsoldaten, zou ik bijna zeggen. Ik zag één uniform in de zaal.
Er zijn de frontsoldaten van het waterschap. Dat zijn de beheerders, dat zijn de mensen die de sluizen en de stuwen en de pompen gemalen. En de dijken, onze assets, hè, in het Engels beheren. En in dat veld, ja, daar ontstaat natuurlijk heel veel contact met de omgeving. Met boeren, burgers, buitenlui. Dus jullie, als ik het zo mag zeggen, zijn ook de ambassadeurs voor het waterbeheer. En Rijkswaterstaat en waterschappen zijn daar natuurlijk instrumenteel in. Dus heel erg belangrijk. Ik kom ook graag buiten. Nou, daar komen we straks ook nog wel over te spreken, ja. Hoe ik dat dan slim heb verbonden aan toch af en toe op een dijk staan. En dat inspireert me enorm. Die bruggen slaan, ik herinnerde me wel, het is net verkiezingen zijn er geweest. En het vorige regeerakkoord heette bruggen slaan. En nu zijn we met overbruggen, dus ja, ik weet niet of... Er is al een brug. Ik zal hier verder geen algemene politieke beschouwingen houden, hoe het nu verder moet. Maar bruggen slaan, overbruggen is een thema in de maatschappij. Ik denk dat dat ook iets is om te koesteren. Ja, en ook in ons werk. Ja, ja. En de foto die je hebt uitgekozen, ja, dit die was, heb je ook niet voor niks gekozen, ik denk ik. Dan zit iedereen maar naar dat ding te kijken en denk ik. Ik heb die foto stiekem geleend van de Vierdaagse. Die hadden dat op hun site staan, Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. Maar dit is net aan de Brabantse kant. Dat vond ik dan... Toch een beetje van jou. Precies. Dit is de Koninginnedijk, vond ik ook wel mooi. En er is een klein lusje van de Vierdaagse door Brabant. En de Nijmeegse Vierdaagse had bedacht dat ze daar een halve kilometer mooi zouden inzaaien. Voor het plaatje, nou dat zien we hier. Maar ook, ja, ook om de verbinding zelf ook weer een brug te slaan naar de beleefbaarheid van hun route. En via het waterschap AMA's zijn ze toen genomineerd voor een onderscheiding, waar ik veel meer over kan vertellen. Ja, die hebben ze daar gekregen, de Vierdaagse. Meneer Willemstein, de marsleider van de Vierdaagse, heb ik daar een mooie onderscheiding opgespeld. Dus ja. Ik heb wel wat met deze plek. Ja, ja. En er staat een brug op. En er staat een brug op. Zo zijn we dan weer terug en bij het uitgangspunt. En hij zat nog in mijn iPad, dus toen we dit voorbereiden, ik heb er een uit voorraad leverbaar. Ja. Nou, jullie komen natuurlijk niet voor ons. Jullie komen voor het programma. Want vandaag is ook echt een dag, elk jaar weer opnieuw, waar je naartoe komt om weer helemaal opgeladen en met meer kennis naar huis te gaan aan het eind. Dus we hebben geprobeerd een zo interessant mogelijk programma voor jullie samen te stellen. Waarbij we een deel met z'n allen hier in de zaal doen. Maar uiteindelijk als je wil werken, dan helpt het toch meer om in kleine groepjes. Dus nou, deze ochtend gaan we ook nog een keer uit elkaar. Twee kleinere groepen. En vanmiddag worden het echt kleine werksessies. Oh. Dus langzamerhand moet je steeds meer zelf gaan doen. Maar nu mag je nog even relaxen en achteruit leunen. Als je je oren maar openhoudt. We gaan luisteren straks naar Vera Konings. Die vertelt over haar ervaringen in Amerika. Bij de US Army Corps of Engineers. En we gaan ook luisteren naar Peter en Hanneke. Die ons gaan vertellen over hoe we eigenlijk naar de toekomst gaan overbruggen in de meettechnieken voor dijkinspecties. En na de pauze gaan we kijken naar hoe schakel je om van een reguliere situatie naar een calamiteit. Kunnen we dat eigenlijk nog wel? En er is ook een workshop over bloemrijke dijken. Die ziet dat is mijn workshop. Voor jou. Mijn workshop. Dus Peter gaat zich alvast verheugen en ik hoop jullie ook. Ik denk dat we maar naar de eerste presentatie gaan. Ja, bij, hoe heet dat ook weer, de wereld erdoor zeggen ze, aan tafel. Maar aan tafel, werkt niet, dan zeggen wij op de stoel. Op de brug. Ja, op de brug. Ik wil graag Vera Konings naar voren halen. En ik vraag om een applaus voor Vera. Voor Vera.